PSV start het seizoen zoals het vorig seizoen had geëindigd. Feyenoord laat de eerste punten liggen en Ajax doet het wat stroefjes en wat saai. Dit is een nieuwe supporters home en het is warm vandaag hier. Hoe is het met de heren? Overleven jullie de hitte? Net aan, kan ik me voorstellen. Zijn we allemaal nog niet weggesmolten? Even voor de kijkers thuis, hier. Als u. Ja. Ik kan het net niet laten zien, maar die voor mij zegt exact dezelfde temperatuur. 30, gast. Het is warm in het supporters home vandaag. Wel leuk dat jullie er weer bij zijn. Hebben we het allemaal een beetje gewoon wel prima deze avond, ondanks de warmte. Verder gaat gewoon, hebben we ons vermaakt afgelopen weekend. Nee. je zegt het ook heel kil, Mitch. Wat dan? Ja, wat dan? Ja, wat dan? Moet je nagaan. En dan heb ik nog niet eens de Eredivisie-wedstrijden gekeken in het weekend. Moet je nagaan. Ja, goed. Waarom is dat dan zo, Mitch? Waarom? We zitten op een puntje van onze stoel. Waarom? En zullen we even over Feyenoord beginnen, jongens? Kunnen we doen. Daar kunnen we als eerste wel mee beginnen. We maakt mij de volgorde niet zo heel veel uit. Maar ik vond Feyenoord en Ajax wat dat betreft beide gewoon saai gespeeld afgelopen weekend. Het is niet wat je zou verwachten. Helemaal niet van Feyenoord, want die staan er op papier eigenlijk gewoon wel beter voor als Ajax. Ajax weten we allemaal, die zitten niet in hun beste tijdperkje. Maar Priske, die heeft dan wel die schaal gewonnen. Dan start hij de Eredivisie op deze manier. Jiménez, wat dat betreft, die trekt ook zijn lijn van de tweede helft van vorig seizoen door. Mist aardig wat kansjes. Dat is niet de wereldspits, tenminste op het moment. Zoals Feyenoord hem denk ik voor ogen zag. Voor een lange tijd. Moet ik wel even zeggen, boys. Wel weer een keurig goal van die Milambo, hè? Ik had hem al uitgelicht, hè, met die Johan Cruijffschaal. Ik had hem al uitgelicht, die Milambo. En wel prima goaltje, ouwe. Ja. Prima goaltje. Maar voor de rest, je legt het al uit. Het is niet om aan te gluren. En ja, Blade. Ik gooi hem even naar jou. Want ja, Mitch die heeft hem waarschijnlijk niet gezien. Maar wel eruit zat. Fout of niet? Bij die 1-1 voor Willem 2. Ja, kom op. Dan kan je niet anders doen dan een fout. Ja, is fout. Ja, de Reuter die besloot voor zijn beroep even te gaan boksen op dat moment. Ik weet niet wat hij precies dacht, maar die gaf me even een hoek. Ja, dat was een goeie. Auto pakken, ga weg. Ja, dat is gewoon heel dom, de overwinning uiteindelijk weggeven op zo'n moment eigenlijk. Laat in de wedstrijd. Het is gewoon niet te komen, ik snap niet waarom die komt. Vind je het niet een beetje zo'n twijfelballetje, Mitch? Nee? Echt niet. Als die bal naast was gerold, had de scheids nog een pingel kunnen geven. Dus, is ook zo. Ook grote kans dat dan nog gelijk werd. Ja, maar als hij niet... Ik bedoel, laten we even eerlijk zijn. Wat gaat hij doen met die kopbal? Nou, ik snap ze. Hij krijgt dan nooit... Nee, maar wat gaat hij doen met die kopbal? Ik bedoel, als hij op zijn lijn blijft, wat gaat hij doen met de kopbal? Dan krijgt hij nooit genoeg kracht achter om dat gevaarlijk op doel te krijgen. Nee, klopt. Eens. Maar ben je, het is wel, het is wel een momentopname, hè? Dus ik twijfel in eerste instantie wel van, ja, weet je, is het ergens logisch? Oké, in eerste instantie niet. Maar ben je... regel 1 bij keeper is, als je gaat, dan heb je hem. En als je niet hebt, dan zit je al fout. Natuurlijk. Eens, compleet eens. Maar weet je, ja, inderdaad, wat jou zegt, ja, weet je, laat hem maar koppen, ja, weet je, wat wil hij doen? Ja, weet je, bal vang je gewoon. Ja, maar nu mag hij nog met geluk spelen, dat hij zonder kaart van het veld afstand, want hij slaat hem echt volledig in zijn gezicht. Hij zit niet in de buurt van de bal. Het is een mooie mappen, eerlijk. Ja, weet je, had hem ook out kunnen slaan, wat dat betreft. Zo. Nou, dat was wel een mogelijkheid geweest, absoluut. Dus voor de rest, Feyenoord is, weet je man, saai pot. Ik ben benieuwd trouwens wat jullie erover vinden, man. Gooi me even 400. Ben je heel benieuwd. Ja. Had Bijlo die fout gemaakt? Want we hebben natuurlijk 2 afleveringen gezegd dat hij doorgeselecteerd moet worden. En dan zien we nu dit soort taferelen van Bellenreuter. Nou, Rick, zal ik even zeggen. Dan had hij nou bij Mitch op de barbecue gelegen, hoor. Nee, die Bijlo. Nee, joh, even zonder grappen. Bijlo had zijn heup verdraaid tijdens het sprinten. Kom op, laten we even eerlijk zijn. Man is wel van glas. Maar, ja. Ik weet niet, man. Hij is nu los, hoor. Heerlijk.
Ja, en we zijn er bezig, hè? Ik ga er alleen wel wat sneller doorheen in verband met de hitte. Wordt het een iets kortere editie? Laat ik dat ook nog even erbij vermelden. Graag gedaan. Gaan we gewoon even door naar iemand die een goed weekend heeft gehad. Ze starten met een overwinning. Terugkeer in de Eredivisie. Ja, hij begint al te lachen. FC Tuurlijk. Groningen. Ja, heerlijk, man. NAC. Al moet ik wel zeggen, Mitch had daar wel een hele leuke iets voor de uitzending. Ik, als het ware, je krijgt hem na 6 minuten al in je schoot geworpen, hè? Ja. Hoe verzin je het? Je komt terug, KKD, gepromoveerd. Lekker jongens, we gaan er weer tegenaan in de Eredivisie. 6 minuten, je centerback eraf. Dat is goed. Lekkere samenvatting. Even alle gekheid op een stokje. Dit hadden we gewoon, met 11 man hadden we dit ook gewoon. De jongen, NAC was echt, ja, die waren nergens houden. Nergens. Prima, maar... Je helpt het niet, het helpt niet. En ik bedoel, ze krijgen ook nog, daar is dus ook een beetje commotie over. Van ja, wedstrijd is wel echt neergehaald, aanvallend. En jongens, het is gewoon bullshit. Nou, je ziet dat hij hem vastpakt, daar is geen discussie over mogelijk. Weet je? Dat zag ik vanaf de overkant zelfs. Het is gewoon, weet je, terecht. Ja, kijk, en dan heb je voetbal... Sorry? Ik heb het voetbal van NAC sowieso niet helemaal gevolgd. Vorig seizoen of zo. En ik had ze absoluut niet overstaan. We hadden ze allemaal laatste staan in onze voorspellingen de vorige aflevering. Maar nou, zo slecht? Maar speelde vorig seizoen waren ze ook niet echt bepaald top. Ze hadden puur vanwege de play-offs dat ze door waren gekomen naar de Ivy. Dat was het enige moment wat ze oké speelden. Ja. Je mag toch wel hopen dat er iets meer in had gezeten dan wat erin had gezeten. Ja, nou nog even serieus. Kijk, ze krijgen nu nog een panel mee. Ik bedoel, die gozer van ons raakt hem niet eens. Maar goed, ben je leuk voor NAC. En eerst de goal in de Eredivisie, gun ik zo ook wel, prima. Maar echt, daar moet wel wat bij daar in Breda, jongens, hoor. Dan, en dan hebben we alle 4 sowieso al punten sowieso al, hè. Mm-hmm. Alle 4 NAC op laatste. Nou, als dit zo doorgaat houden, dan heb ik echt te doen met NAC supporters, hou. Dan wordt NAC dus wordt echt een drama heel makkelijk, moet ik zeggen. Ja, nee, op deze manier wel, inderdaad, weet je. Nou, goed, weet je, voor ons was het natuurlijk genieten, houden. Ik bedoel, Schreuders weer met een goaltje. Rensen met een lekkere kopgoal. Ja, dat is fantastisch, man. Heerlijk. Ja, en nu had een RKC, hè? Super. Ja. Ja, mooi begin. We kunnen alleen maar tevreden zijn, toch? Je hebt wel leuke potjes in het begin. NAC, RKC. Het zijn wel potten waar punten te halen zijn, lijkt mij, voor Groningen. Ja, zeker. Man, en hoe was jouw weekend, Bleed? Ja, ik denk, is er PSV RKC aan kaarten? Oké. Mijn god, wat? RKC. Ja, 5-1, maar goed, je speelt tegen PSV met zo'n aanval, kerel. Ja, en het was ook maar verdedigend. Verdedigend was geen zin in. Kut, maar... Ze hadden er echt geen zin in. Nee. Ik bedoel, ik heb je aangewezen bij die, wat is de 3-0? Goal van Schouten. Ja. Of nee, 2-0 en dan... Ja. Til die bij de 3-0 echt... Ja, die kan een feestje geven in die ruimte. Die keeper bij die van Lozano. Ja, flauw op, joh. Kijk, weet je wat is, hè? Dat Til hem zo prachtig inschiet, oké, fair enough. Daar ga ik ook echt niks over zeggen. Maar dat is in principe een goal die zou naar mij mee nu voorkomen kunnen worden. Dan is die 2-0, dat is ook een goal die zou kunnen voorkomen worden. Ik wou het zeggen, hou als die keeper gewoon dat ze weg doet. En dan die keeper, die laatste, of nee, die ene laatste. Nee, trouwens, die laatste 2 goals kunnen voorkomen worden. Door gewoon even simpel te voetballen. Ja, je ziet het, hè? Dat is dat misschien makkelijk oordelen. Ik vond vooral die van Lozano had ik wel zoiets van... Ja. Ja, toen jij ook zei van, dit is FIFA AI op amateur, die doelman. Had ik zoiets van, ja, dat kan ik me wel in vinden. Ja, maar even serieus. Oké, laat ik dan realistischer zijn. Nou, als ik er 2 moest kiezen, die laatste 2 die hoeven er echt niet in. Maar je zag gewoon dat er echt gewoon geen pit meer in zat. Nou, ik vind die met Schouten vind ik echt belachelijk. Als die keeper daar gewoon zo... Die keeper letterlijk waar de bal ligt voor zijn neus. En die gozer, ik weet niet wat hij aan het doen is of zo. Die is een of andere grabbelwedstrijd aan het doen. Ik heb geen idee. Maar wat denk je dan van de laatste? Die verdediger die gaat even van dribbelen in zijn 16. Drama. Het is gewoon drama. Het is gewoon drama. Ik vond het wel een verder. Zo, even serieus. Kijk, Joey Veerman, man. Waardeloos EK gedraaid. Ben je heel eerlijk, weet je. Maar als je dit weer ziet... Oh ja, jongens, echt die echt. Ik zeg het je, jongens, geef hem. Kijk, oké. Ja, ik heb wel mijn twijfels. Bijvoorbeeld Joey Timman bij United en zo.
drama. Ja, natuurlijk, het is ook RKC, weet je, weet ik ook. Maar als je even ziet, weet je, vorig seizoen, hij was overal bij betrokken bij PSV. Ook in de topwedstrijden, ook, hè? Ja. Nou ja, volgens mij zijn het geen topwedstrijden, maar... Weet je, trouwens, Mitch, even tussendoor. FC Mowgli, wat heb je die gedaan? Almere hebben we nog, volgens mij. Hey, als we de Zuid-Korea moeten gaan, Mitch en ik hebben allebei een kut weekend gehad. Dat is toch wel gerozen, hè? Ik vond het heerlijk. Nee, maar nou, weet je, Joe Veerman, ik zie hem nooit bij City United. Ik denk dat het hoog is, maar weet je, nogmaals, West Ham of zo, West Ham, mocht je kijken. Neem maar mee, hoor. Zo maar, maat. Neem maar mee. Ik denk dat... Ja, nee, ik wil wel zien, hoor. Moet wennen aan de Premier League over dat. Ja, tuurlijk. Nou, we zijn dan Italië, Spanje, Duitsland en beter zou liggen. Een van die drie leagues. Duitsland? Ik zou hem eerder willen zien bij een Dortmund. Dortmund? Ik weet het nog maar zo niet. Want ik bedoel, kijk, je hebt dat natuurlijk... Dan ga je even terugblikken op het EK. Hoe oud is Veerman nu? Een beetje door de mand, hoor. Ja, daar viel die. Ja, wauw, dit is Veerman inderdaad. Veerman is? 20 jaar, 7. Waarom had ik ook het gevoel 25. Dat we zijn 20? Ik had ook echt het gevoel we gaan Veerman uitleggen. Gebeurt ook nog. Hoe dan? 27 ja, ik vond de basis gewoon wel goed. Ja, is niet normaal. Is dit dan een beetje het niveau voor Veerman? Nee, maar, of is het dan. Zou ik anders zeggen, anders zou hij misschien zo'n soort route moeten doen als Koopmijners. Eerst een Atalanta-achtige club. Ja, en dan, ja, maar dat is nu, als hij al zei nou dat hij ook 27 was, dan is 25, hij wel 25. Hij had misschien iets eerder moeten gaan dan rond zijn 23. Ja, maar was hij, misschien was hij toen nog net niet klaar genoeg voor die stap. Nu zou je zeggen natuurlijk, nu weet je eigenlijk zeker. Het zou maar wie weet dat hij in de zomer doet. Als hij nou 2-3 jaar zo'n club zou nemen, dan is hij 28 en dan nog een stap hoger. Dan heb je alsnog een mooie carrière. Het zou nog steeds precies, kunnen. Hè? Precies. Het zou nog steeds wel kunnen. Ja, maar ja, geen Eredivisie vlammen, jongen. Elke pot even van die wereldballen gooien, jongen. Ja, jongen, je bent binnen, hoor. Januari is ook niet ver nog, hè? Het is zo bij januari, dus... Ja, is ook zo. Ja, maar het niveau van de verdediging van RKC was om te janken deze wedstrijd. Ik bedoel, lachen bij zijn doelpunt. Ja, dat was gewoon lachen. Ja, ik vond de verdediging van alle ploegen vond ik over het algemeen best wel dramatisch dit weekend. Ajax heeft hem opgehouden. Ho, 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 ho. Dat is een leuk bruggetje naar Almere volgens mij. Nummertje 4. Ja, daar kunnen we ook wel eerst heen. Almere AZ, wedstrijd van de schorsingen. Wat een strijd. Wat een gezaag. Camille, jij kan er vast veel meer over vertellen als ons. Die hebben daar geen seks, hoor. Die hebben daar echt geen seks. Kan niet. Die komen zo gefrustreerd die velden inhouden. Die hebben daar geen seks. Echt niet. Nee. Kan niet. Nou, Blade, gooi hem erin. Nou, ik ga wel misschien niet zo neutraal zijn, maar ik vond wel dat wij goed speelden. In opzicht met vorig jaar combineerden we een stuk meer. We konden elkaar een stuk beter vinden. Kregen veel meer ballen in de dieptes. Dus dat was wel een stuk beter. Alleen waar we vorig jaar defensief een stuk beter waren, liet het nu echt compleet inzinken. Oh. Ja, inzinken. Ja. Maar het was gewoon, jullie overtredingen waren ook gewoon zo dom. Nutteloos. Het ding was, we hadden een aantal echt desastreuze fouten, zoals Vicious met zijn rode kaart. Maar eerder voor die rode kaart had hij ook een geweldige tackle gepakt. Dat een van die AZ-spelers, ik weet even niet meer wat het was, de rechtsbuiten, compleet doorgebroken. En hij sluit erop af en schaart die bal uit zijn poten. Ja, heel leuk. Heel leuk dat hij twee goede momenten maakt. Maar dan wisselt hij dat af met zo'n domme rode kaart. Ja. En die rode kaart van Guillaume, dat was ook echt dom. Maar ik begrijp het wel, het blijft dom, maar ik begrijp het wel als die Wouter Goes de hele wedstrijd lang als ze in zijn armen loopt te knijpen. Als je dan rood pakt, maai hem dan even vol doorheen. Geef hem dan niet zo'n lullig tikje tegen zijn knie of whatever het was. Het ding is ook, in het stadion, we zaten allemaal gewoon lekker te kijken naar waar die bal was. En ineens, random, hoorden we die scheidsfluiten en zie je dus AZ-speler op de grond. Hij weet niet wat er aan de hand is. En ineens willekeurig komt een rode kaart voor onze spits. Hallo. Maar ja, gewoon terecht. Kijk, met alle respect, ik bedoel... Kijk, wat die AZ-speler doet, hè... Het is natuurlijk fucking dom. Het is natuurlijk... Hoort niet bij het voetbal, maar weet je het is?
En dan had je wel een rode kaart aan en je staat weer op gelijke hoogte. Dus ja, klopt. Het is gewoon een echt zwaar geriepig kutventje. Want dat doet hij al de hele tijd. Dat deed hij ook de vorige wedstrijd dat hij hier speelde. Heeft hij tegen Volendam gedaan met Henk Veerman. Heeft hij volgens mij ook tegen Sparta gedaan. Ik weet even niet meer wie hun spits was toen. Het is echt zo'n geriepig kutventje. En ja, maar als je mee hebt, de AZ-fans die vinden dat natuurlijk echt geweldig. Als je hem tegen hebt, is dat super fuck kut. Hem. Ja. Ja, maar ja, als je dan... Ja, ik vind de overtreding zelf vind ik zo dom, want raak hem dan goed. Maar ik moet wel dan echt doen. Ja, ik wil wel zeggen, een goede elleboog tegen zijn neus of zo, dan weet je. Van de drie rode kaarten was die van AZ wel echt het ergste. Ja, maar die was ook wel lekker hoor, daar kan je heel weinig over zeggen. Op kniehoogte, gast. Dat was niet normaal. Ja, dat was wel echt... Is echt, maar ik moet ook zeggen, die nummer 4. Nou, dat vind ik ook gewoon vooral van Almere, wat ik nu gezien heb. Die nummer 4, weet je, die geeft gewoon de 3 punten, weet je wel, gewoon een AZ. Dat kost je gewoon de wedstrijd, ouwe. Ja, die gaat nu voor 2-3 wedstrijden gescoord worden. Ik zou eerder zeggen dat die van Guillaume het was. Want toen had je de man meer situatie. Ja, en dan trapte hij ineens tegen die van AZ aan. Dus dan ga je van man meer naar 10-2-16. Het is beide gewoon zo onnodig. Ja, je staat 1-0 achter, oké, prima. Als je gewoon je kopje erbij houdt, kop je daar 100% er 1-1 binnen. Precies zo. Gewoon een random kut voorzet, die kop je gewoon binnen, niks aan het handje, puntje mee naar huis tegen AZ. Almere geeft het wat gewoon er echt weg, ook niet bijzonder uitzag nadat ze 10 man hadden. Maar ja. Maar daarentegen, vorig seizoen begonnen we ook super kut. Ze zijn uiteindelijk 13e geworden. We spelen nu aanvallend echt een stuk beter dan vorig seizoen. Dus ik heb de hoop dat we tegen Fortuna wel scoren. Maar de seizoenstart was sowieso kut. Ja, maar je hebt nog wel vertrouwen. Dus even naar de voorspellingen toe, dan heb je wel vertrouwen. Ah, top, neem ik dat denk mee. Dank 0-1 te verliezen tegen AZ als Almere zijn, is op papier nog niet eens zo slecht. Dat is niet eens slecht, man. Dat resultaat is niet eens zo super slecht. Dat had erg kunnen zijn. Ik vond het een overtreding op Poku in de 16 vond ik nogal discutabel. Daar had een pingel voor hem gegeven kunnen worden. Dus dan had er al 0-2 kunnen staan. Het had eigenlijk 4 rode kaarten moeten zijn. Want Zeefuik die had ook een geel gepakt. En daarna had hij een van onze spelers kaart onderuit gegooid. En zowel de grens als de scheidsrechter die zagen het niet. Ja. Ja, in theorie zou je zeggen... Maar... Naar mijn mening had je daar met 1-1 van het veld af moeten gaan. Oh, 100%. Maar met hoeveel beter we speelden... Ik hoorde alleen maar mensen erover zeggen van... Ja, het is kut, maar we speelden wel goed. Ja, maar ja, weet je, heel leuk, maar daar koop je niks voor. Dus even, ja, nee, maar je speelt wel tegen AZ, dus... Ja. Dus even afgerond, Almere, hoop naar Fortuna. Ja? Nice. Goed. Maar ja, als we het over AZ hebben... Die hebben ook nog een tweede team spelen in het betaald voetbal. We vergeten nog een wedstrijd als die van Ajax. We gaan zo naar AZ, vrienden. Onze man nog, hè? Onze man kan overslaan. Ja, je zou eigenlijk kunnen overslaan, want ik kan er niet... Buiten de einduitslag kan ik ook geen positief woorden over vrijmaken eigenlijk. Het was saai, het was stroef, het was niet van niveau. Ik viel oprecht gewoon op momenten een beetje half in slaap. Ik zat te knikkenbollen op de bank, of ik lag te knikkenbollen. En dat is lang geleden dat ik dat had met een wedstrijd. Heeft misschien ook te maken met die warmte, maar dit... Kijk, dat het niet top loopt, net een nieuwe trainer en je komt van een kutseizoen af is één ding. Maar dat het gewoon slaapverwekkend is, dat vind ik echt erg eigenlijk, qua niveau. Want aan voor het einde mij van het verhaal, 3 punten in de pocket. Ja, en ik denk dat dat eigenlijk ook wel ding is waar Ajax een beetje tegenaan zit op dit moment in hun situatie. Qua selectie, hoe het staat, kwalitatief, de balans in het team... Dat het nog opnieuw opgebouwd moet worden, ook salarisgewijs. Dat we gewoon spelen op resultaat. Ja, dat is prima. Ik denk dat je als Ajax-supporter daar echt niet om kan klagen. Kijk, als je zometeen gewoon derde wordt met echt saai voetbal en 1-0'tjes, 2-0'tjes, 1-1'tjes. Weet je, ik denk dat het in het loop van het seizoen wel beter wordt. Maar dat het nu gewoon in de seizoenstart gewoon minstens tot aan de winterstop. Zo komt er ook lekker uit. Maar dat gewoon even een pittig lang eerste helft van het seizoen gaat worden voor de Ajax. Ajax is nog helemaal aan het verbouwen. Ik bedoel, die Kaal en Kokkie zeggen het ook. Die vind ik wel grappig gast trouwens. Hè? Maar
Die zeggen ook, jongens, moet je luisteren. Even allemaal rustig, weet je wel. Een Akpom gaat nog weg. Nou, die Roelie is nou ook weg, geloof ik. Die keeper, toch? Ja, die is naar Marseille. Ja, die is nu ook weg. Dus weet je, bij Ajax is het duidelijk, toch? Dan moet eerst, weet je wel, de shit moet eruit. En dan pas komt er nieuw in. Nou, op basis van geruchten vind ik het ook nog niet zo duidelijk. Maar daar komen we straks nog even op terug. De enige vraag die ik gewoon heb. Gaat Woutje nog komen? Maar ja, misschien is dat voor straks. Ja, dat weet ik ook niet. Want ik denk dat ze daarvoor eerst op een afscheid van Ekpom zitten te wachten. Nou, ja, maar hij schijnt dus misschien weg te gaan volgens jou. Ik heb zo nu en dan vorige week iets gehoord. Maar de afgelopen tijd vind ik het ook rond hem rustig. Ik hoor er geen moer over eigenlijk op het moment. Hoeveel geduld heeft Wout Weghorst? Dat is misschien de grote vraag. Ja, zijn geduld wordt vooral op de proef gesteld, denk ik. Ja, want hij wou toch ook, want dat begreep ik dus uit een interview van hem. Hij wou een voorbereiding, wou die meedraaien met zijn nieuwe club. Nou ja, als Ajax een nieuwe club was, is de hele voorbereiding al weg. Want je belandt nu in één keer, hoppa, zo in de competitie. Ja. Nou, ik weet niet of Woutje daar nog, weet je nu, dus ik kan me niet voorstellen dat, nou weet je, alles gaat weer beginnen aankomend weekend, dus. Ja, maar die hele voorbereiding is sowieso al weg, maar ja. Ja. Ik denk dat Wout uit zichzelf ook wel gewoon weg wil uit Burnley. Maar, lijkt me wel. Ja. Geen toekomst meer daar toch, of wel? Burnley. Dat weet ik niet, maar we zien er ook geruchten was van naar Turkije en zo. Hij zou vast wel met clubs praten, dus dan wil je weg, lijkt me. Ja, want daar hadden wij ook bleed Trapsonsport al, maar dat was niks geworden toch, of wel? Nou ja? Nee. Ze zijn volgens mij compleet afgehaakt. Nou ja, prima. Weet je. Nou ja, weet je? Dus daarom zeg ik dan, is de speelronde net geweest, jongens. Goed. Maar als Wout zo geduldig is, dan komt hij ook wel met een bonk motivatie, denk ik. Als hij zoveel tijd vrij maakt om over te komen. Hij speelt nu, hij start natuurlijk nu ook niet juist. Nu natuurlijk gewoon weer de klassieke wisselspits. Zal hij bij Ajax niet anders zijn, maar... Ja. Ik denk dat hij bij Ajax wat meer minuten maakt dan dat bij Burnley. Dat denk ik. Ja, maar zou je dat überhaupt willen? Ja? Dat hij naar Ajax zou gaan met het idee, ik ga lekker basis proberen te knallen, maar... Ja, anders zou me niet verbazen als je er wel komt te staan. Houd weg, als in de maar dan heb je dan... Bij Ajax heb je dan Brobbie. Zou me niet verbazen. Je hebt Weghorst en dan hebben ze nog één, toch? Nee. Die, Wat is nou? Oh, Bertrand Traoré. Rijkoff, inderdaad. Rijkoff. Hey, die zocht ik, ja. Ja, die speelt voornamelijk. Maar wat gaat er dan met hem gebeuren? Wat hij uitgooien of zo? Of? Die maakt voornamelijk minuten in Jong. Leuk bruggetje, hè? Dit is perfect. We hadden het al vorige week tegen Jong PSV. Of gisteren. Ja, Jong. Yes. Oh, Jong PSV en Jong AZ gesproken. Beide Jong teams, heb ik gelezen, zijn behoorlijk aankomen treden in de KKD afgelopen speelronde. Ik heb even erbij gepakt wie er hebben gespeeld bij Jong AZ. Ik heb er nu ook voor, Lequentio Zeefuik, die heeft al in de Eredivisie 37 wedstrijden tussen Volendam en AZ gespeeld. Speelde ook, hè? Bij AZ. Die speelde ook tegen ons. Juist. Heeft ongeveer 20 minuten meegedaan. Juist. Ruben van Bommel, die heeft al 30 wedstrijden gespeeld voor AZ in de Eredivisie. Die speelde ook nog tegen ons. Dan die Owusu Oduro, waarvan ik heb gehoord dat die de eerste keeper moet zijn boven Zoet. Nou had hij fitnessproblemen, dus dat hij dan bij Jong speelt. Tot daaraan toe. Maar die heeft ook al Conference League gespeeld voor ze. Daarbij, ik ga het wel zeggen, het moet wel uitgebalanceerd worden, want ze hadden wel 3 debutanten met Toppenburg, Atikala en wie had ik gezegd? Van Duin. Ja, en ik zag bijvoorbeeld Jong PSV met Drommel en Driewetsch aantreden. En Pepi en Babadi. En Pepi, inderdaad. Kaplan met een goal voor Ajax. Kom Kaplan op, Kaplan ook jongens. In het Ajax geval. Kijk, even heel kort. Wil je niet weer zo'n hele discussie? Sinds de vorige keer dat we het erover hadden, oog ik al lichte afwijking van jullie naar de Jong teams. Je knikt dan mee. Zou je denken? Maar je noemt ze toch op, ouwe. Dit is toch gewoon. Dit zijn gewoon fulltime Eredivisie spelers. Wat doen die al bij maandagavond? Ja, ik bedoel, als Roda zijn. Ik zou hier echt tegen je gaan houden. Dit is toch niet normaal? Als dan wordt er net één afgeslacht. Dit is gewoon FC competitievervalsing, hallo. Dit kan toch niet, Blade? Kom op, bij PSV en Ajax was onderling tegen elkaar. Dan kan ik er enigszins inkomen. Misschien dat ze tegen elkaar. Dat vind ik het ook niet kunnen. Nee. Want andere ploegen moeten ook wel tegen die teams. Ja, nee.
Ik pleit steeds meer, want ik heb voor de vorige aflevering toch er even bijgepakt. Want over de competitievervalsing ding. Mitch had daar een heel mooi stukje over. Ik haal hem even weer terug. Mitch zei, weet je wel, ik vind gewoon, je moet gewoon zo'n, weet je wel, natuurlijk, je kan geblesseerd raken, je moet weer wedstrijdritme opdoen. Je doet gewoon 3 keer mee met jong Ajax in 1 seizoen. Klaar. Weet je? En de rest, zoek het maar uit. Weet je? Maar dit slaat nergens op, ouwe. Zeefuik, 2 keer Ruben van Bommel, slaat nergens op, ouwe. En dan heb je ook nog jong Ajax tegen jong PSV Kaplan die hem binnenkomt. Ouwe, Kaplan. Even serieus. Die staat even met een beetje goed fatsoen, die staat gewoon in Ajax 1, ouwe. What the fuck? Ja. Dit gaat er nergens. Als Roda zijnde, echt Roda, echt vrienden, ga je tegen. Echt, dit slaat echt helemaal nergens op. Qua selectiebeleid moet er wel echt iets veranderen in de KKD. Oh, echt overduidelijk. Besef wel, 2 maanden geleden zat Jefko compleet te juichen, te feesten toen het fout ging met Roda. En nu gaat het fout met Roda en voelt het zich kut. Dus zelfs dat. Ik voel me niet kut. Als dit maar in Groningen was gebeurd, vriend. Ik was helemaal lijp geweest, hè? Ik vond het ook wel ironisch. Dan komt Groningen uit de KKD, spelen ze iedere vrijdagavond. En is jullie eerste eredivisiewedstrijd ook op de vrijdagavond. Dat vind ik dan wel echt prachtig. Dat vind ik wel dat echt prachtig. Wat ik had, jongen. Ik zei nog tegen mijn buurman, hè. Ik zei, godsamme man, ben ik eigenlijk van die vrijdagavond af. Kun ik weer die vrijdagavond? Kijk, ik weer wacht u die teerlijks. De klote zooi in. Ja, ik zat er zo naar de volgende wedstrijd half 1. Zondag, ja. Zondag half 1 is naar de volgende. Dus. Ja, dan gaat Almere in terug met de KKD-tijd op de vrijdag. Mag wel vrijdag, boem! Ja, dan mag Almere. Oh, we wisselen. Echt een KKD-affiche. Ja. Oh. Maar goed, even. Terugkomen op dat jong. Roda die heeft dus nu zoveel onzin over zich heen gehad. Maar jong AZ, dat moet deze vrijdag moeten ze alweer spelen tegen Den Bosch. Dus dan spelen ze weer met spelers van onder 18 alleen maar praktisch. En dan de 26e weer op een maandag, dan weer thuis tegen Dordrecht. Dus die krijgen ook weer een A-selectie spelers tegen zich aan. Dat kan toch niet? Ik zou het niet eens meer echt serieus nemen, hoor. Ik zou echt, weet je wel, als ik gewoon naar nou, Den Bosch zei je? Ja. Als Den Bosch zijn, ik zou er gewoon direct heen lopen. Of moet je eens luisteren, vriend. Als ik Ruben van Bommel en die Zeefuik zie jou, wij pakken gewoon in, hè? Gewoon doei. Ja, zoek hem maar uit. Ja, weet je, dat heb ik echt gedaan, hè? Ja, weet je wat het probleem is? De regels zeggen het mag, dus je hebt geen been om tegen te staan. Je kan niks doen. Je kan niks doen. Wat de hel. De regels zeggen, ja, prima. Dikke prima. Ja, wat dat betreft moet er gewoon onderling een soort protest komen van KKD. Ja, gewoon direct van alle KKD-clubs zeggen, als je op maandagavond gaat spelen, gewoon, ja, we gaan niet. Doei! Nee, je moet niet zeggen maandag niet. Je moet gewoon niet opkomen dagen tegen de jongploegen. Precies. Simpel is het. Ook dat, precies. Maar weet je wat het is? Dan komt er weer een ploeg die net geen play-offs kan gaan halen. En die gaan opeens wel voetballen tegen jonge Ajax, omdat ze daar misschien 3 punten kunnen pakken. Of iets dergelijks. Dus ja. Dat hou je nooit recht. Maar het is toch... Maar Mitch, het is toch een loterij, jou. Je weet nu al, als je maandagavond tegen hun speelt, dan heb je dus kans op Zeefuik, Van Bommel en noem die hele meuk maar op. En op vrijdag dan tref je Tim van Berg en Jopie, weet ik veel wie, weet je? Ik ben het ook compleet met je eens, hè, dat onzin is. Maar ze spelen naar de regels. Het is niet dat ze iets doen wat niet mag. Ah, ik vind die regels... Nou ja, goed. Maar dat is een ander punt, hè, dat die regels onzin zijn. Ja, ik zal nooit tegen jong teams worden, maar dat selectiebeleid, daar moet gewoon duidelijker worden afgesproken van voor de start van die competitie. Want moet er gewoon spelerslijsten worden ingediend, tot een bepaalde leeftijd ook. En dan mag er niks van worden toegevoegd uit het eerste. Ja. Ik zou hoogstens uitzonderingen maken als er bijvoorbeeld een jong speler naar het eerste gaat om in te vallen voor een blessure of zo. En die spelen een keer terug bij het eerste, dat die jonge speler weer terug naar jong mag. Dat zou ik oké vinden. Maar ja, dan moeten ze wel beide gewisseld worden. Dan kunnen ze niet beide zo meteen op de maandag weer voetballen voor jong. Precies. Dan is wel een wissel. Ja. Klinkt veel logisch. Dan speelt hij voor het eerste en dan speelt hij niet voor jong. En die andere speelt voor jong en niet voor het eerste. Juist. Ja. Nee, dat klinkt toch veel... Maar even serieus. Wij bedenken 4 random guys. Wij bedenken dit even op een, wat is het, zweterige dinsdagavond, gast. Ja. En daar zitten gewoon gastjes erop, dat ze zitten de hele dag broodje carpaccio naar binnen te schuiven, weet je wel. En die vreet geen reden uit. Ja, weet je, kom op man. Kom op. Dit kan iedereen toch bedenken, joh. Kom op. Ja.
Dus ja, als rode zijn. Ik zou me echt bedrogen voelen, maar goed. Wij, ik ben gelukkig Groningen. Nou ja, het mag. Hè? Ik denk als laatste ding over de kaken. Ja, ik vraag me dat toch af. Nigel de Jong is de KNVB-directeur nu toch of zo? Wat is zijn rol? Dat hij daar als oud voetballer zijnde zelf ook niet over nadenkt van... Moet toch wel voor een competitief gebied om het gewoon eerlijker te maken qua... Ja, heeft hij nooit los van gehad? Ik ga eens voor jou aankaarten waar hij heeft gespeeld in de ik jeugd. Zeggen, hij Ajax. Nooit... Toen kwam hij bij 2002 kwam hij bij Ajax 1 spelen. Hij heeft nog nooit bij jong Ajax gezeten in de KKD. Hij heeft er nooit last van gehad. Dat was heel anders. Nee, maar dat hij er terug op kijkt gewoon als voetballer er zijnde naar de spelregels gewoon van de KKD. Ook heeft hij er geen last van gehad. Precies, hij heeft er geen last van gehad. Dat boeit hem niet. Als je daar straks Ted van de Pavert zet, dan die gaat meteen zeggen, ja, bokken. De KKD is niet interessant genoeg om daar moeite aan te besteden, met alle respect, ja. Ja, het schijnt. Anders heb ik hier geen logische verklaring voor. Maar ik wil wel even een shout-out naar de KKD, want als we Jong AZ even wegdenken... De top 5 is wel echt prachtig. Dus van boven naar onder heb je dan Top Os, Essen Eindhoven, De Graafschap, Telstar en Dordrecht. Dit is echt mooi. Ik had mooi gevonden als Vitesse erbij had gezeten. Maar wel, that's me. Nee, Vitesse staat 15e. Ja, maar anders niet als je... Ja, daar gaan we het niet over hebben. We kennen de situatie, hebben we het over gehad vorige week. Goed, buiten voetbal zelf is er natuurlijk genoeg gaande in de voetbalwereld. De transferperiode is nog steeds bezig. En ik zag een gerucht, daar hoorde ik ook op de podcast toen ik vandaag zat te luisteren onderweg naar werk. Ramsdale op huurbasis van Arsenal naar Ajax. En ik kan er bij mijn kop niet bij komen waarom eigenlijk. Op papieren klinkt het misschien heel mooi, maar ik snap het niet. Ik snap het gewoon niet. Dan breng je naar buiten dat je het salarisplafond naar beneden moet halen. Je wil verkopen, je wil geld vrijmaken. En dan zou je dat gaatje in het salaris wat je kan creëren door de verkoop van Roelie... zou je direct met een huur gaan opvullen met een dure Ramsdale van Arsenal... die echt niet voor een appel en een ei even komt kiepen voor Ajax. Maar dat is toch ook... Misschien betaalt Arsenal. Ik vind Arsenal het allemaal zo tegendraads tegen elkaar ingaan wat dat betreft met dit gerucht. Ik deel Mitchell zijn gedachten. Het kan ook gewoon zijn dat Arsenal alles betaalt. Nou, alles zullen ze niet betalen, maar misschien betalen ze wel een groot deel mee... omdat ze natuurlijk Ramsdale wel willen behouden, maar... Op het moment is hij gewoon geen eerste keeper bij Arsenal. Ja, maar op huurbasis, dan verkondigt hij ook geen restwaarde voor je. Je gaat er op lange termijn... Nee, maar je weet dus 100% zeker. Kijk, Ramsdale is gewoon voor de Eredivisie. Ja, dan topkeeper. Topkeeper. Ja, dat deel ik met je. Dus dan heb je voor dat heb je sowieso staan. Nou, dan kan je... Ja, je hebt nog een paar keepers waarvan ik zeg van... Nou, die kunnen wel wieberen. Als weer. Nou, maar ja, dan ben je die kwijt. Hup, dat weer opgelost. En hoe je dat dan weer opvangt, ja, dan vang je dat volgend seizoen wel lekker met een jeugdkeeper op of zo. Ja, prima toch? Ja, je kan het in ieder geval, als het doorgaat, dan hebben ze een heel seizoen om te kijken naar een vervanger ervoor. Hoe kijk jij dan naar Ricky pas weer? En je hebt nou nog die zuurpruim, toch? Die Ramai of zo, hoe heet die? Ja, Ramai. Maar Pasveer vond ik die eerste Europese wedstrijd... dat hij die ballen door het midden werkte... die zo opgevangen konden worden, vond ik niet best. Maar daarna heeft hij op zich nog wel op zich prima hersteld. Hij is wel op leeftijd en dat zie je ook wel. Maar hij schijnt vooral gekozen te zijn voor mentorschap achterin... de verdediging aansturen. En ik wil best geloven dat hij dat een stuk beter kan dan Ramai... die geen Nederlands spreekt. Nee, precies. Dat helpt al snel. Maar goed, die wil nu ook weg, hè? Die Ramai. Ja, maar die dat wil nu snap ook, ik ook wel. Hij heeft gewoon een sterk seizoen gekiept. Dat kan je hem niet ontnemen. En opeens krijgt hij de derde keeper voor zich te staan. Dat is ook vet. Ja, die krijgt ineens vrijwel de deksel op zijn neus, hè? Ja, pas weer die vorig seizoen niet heeft gespeeld, is nou opeens eerste keeper. Dus dat is, ik snap Ramai wat dat betreft wel, dat hij weg wil. Ja, maar goed, ik zal het ook zoiets hebben van mooie god, verdomme. Of, nou, piep dat maar even. Maar in elk geval, weet je, ik zal het zoiets hebben van jou, vriend. Even, maar die opa, die gaat niet voor mij keep houden. Dat gaan we niet doen. Ja, Pasveer scheen zich als eerste gemeld te hebben op de allereerste training. Dus ja, hij heeft zich goed omhoog gepraat waarschijnlijk bij Farioli. En dan mag je starten? Dus ja, als weet je gewoon, ik, als eerste, als de eerste onderbouwing naar binnen is dus zijn leiderschap vooral. Nou, die heeft zijn huis en alles opgezet, what? Dus. Ja. Die slaapt ook op de toekomst. Ik ga mijn cv'tje klaarmaken voor het seizoen, hoor.
Ja? Ja, lekker toch. Ik zorg gewoon dat ik me bij Alex als allereerste aanmeld voor de rol. Dan heb ik hem binnen. Bergels, Pits, Bobby, transfer, hè, eruit. Wat gebeurt hier, jongens? Ja, ik doe het niet op die manier. Pasveer heeft gewoon op dat gebied een mentaliteit die wel vorig seizoen ontbrak in de selectie grotendeels. En misschien nog steeds wel voor een deel. Wat wel wat meer terugkomt onder Farioli. En misschien heeft Pasveer daarin geholpen om dat in de jonge gasten te brengen. Van we moeten werken aan in de trainingen. We moeten de gym in. Dus misschien is het een soort van aanvoerder zonder band op doel, als het ware. Misschien, maar noem je maar zoiets. Voor die leiderschap hoef je hem toch niet specifiek te spelen? Die leiderschap kan hij toch ook gewoon hebben als hij gewoon... Nou ja, het aansturen op het veld gaat makkelijker vanaf de doellijn voor de verdediging dan vanaf de zijlijn. Oké, maar dan zou je nog steeds niet Pasveer er neer hoeven te zetten, zou ik zeggen. Mijn keuze zou niet per se zijn. Ik had dan gewoon de marktwaarde van Ramai geprobeerd omhoog te houden. Hem gewoon blijven opstellen. Ja, die gaat waarschijnlijk toch wel weg. Ja. En dat was het gekke. Eind vorig seizoen waren er nog af en toe van die geruchten dat Arsenal misschien juist in Ramai een toekomstige keeper zou zien. Oké. Nou, swap dealtje. Dat hij dan eerst als backup gehaald zou worden. Dat is zulke dingen las ik eind vorig seizoen of in de zomer in ieder geval. Maar Ramsdale gewoon op basis van wat er is gezegd, vind ik het gewoon zo haaks staan als het ware. Maar stel Ajax gaat er wel mee in de zee en gaat Ramsdale dan halen. RMI gaat weg. En natuurlijk die Piet Veldhuizen 2.0, die zakt nog verder af. Wie zien we dan als lange termijn opvolger dan van de Ajax-doelmanpositie? Ja, dan kom je weer op Gorter uit. Die zit er ook. Ja, maar daar... Nee, ja, maar... ik wou net zeggen, joh. Waar is die eigenlijk? Die zit daar nog? Ja, die zit er nog. Maar die had toch ook bij Eagles gespeeld op huur? Of heb ik het... Ja, ik wou net zeggen. Ik hoorde vandaag in een andere podcast dat hij er nog zat. Ik heb hem ook al een tijd lang niet gezien, maar hij zit er nog wel. Oh. Jemig. Maar dan als Gorten zijn het toch ook. Hoe lang zit die man al bij Ajax? Lang. Oh, het was bij Aberdeen. Even serieus, maar die man krijgt alles voor zich gegooid. Die denkt, nou prima. Ik zit in een Ajax. Hij verdient waarschijnlijk leuk. Ja. Ik had het niet anders. Maar wie zouden ze van buitenaf halen? Welke doelman zou Ajax oppikken daarvoor? Er was sprake van die Jeffrey de Lange, toch? Maar die is nou naar de Marseille toe. Ja, en dan heb je Nick Olij, die constant in de pikje staat. Olij wil ik inderdaad opnoemen. Die hoor je vaak ook gelinkt worden voor transfers naar een stap hogerop. Ik wil bijna zeggen die gek van Twente. Oh, Onderstal. Ja. Onderstal, ja. Ja. Ik vond het zo raar toen hij wegging van PSV naar Twente eigenlijk. Ik vond dat apart. Ja, en ik vond een hele rare stap. Misschien een rare vanuit de verre hoek, Jeroen Zoet. Nee, die zit van de club, toch? Jeroen Zoet? Nee, die zit bij AZ. Die zat bijna bij ons, hè? Dat scheelde niet veel. Ja, die had bijna gehad. Die voor AZ speelde hier tegen Groningen. Ja, man. Ja, echt. Dat scheelde echt niet veel, Michel. Voor jullie. Hij wil speeltijd hebben. Dat is het hem. Hij wil speeltijd hebben. Nou, ik was blij mee geweest, Mitchie. Ja, dat snap ik. Maar goed, weet je, Fase, ja, je ziet er bij RKC. Ja, weet je, trek Fase de weg naar RKC. RKC ja, Fase die heeft RKC ook best wel gecarried. Je ziet het, hè? Je was onderweg. En, genoeg over de doelmannen. Althans, voor nu. Genoeg over Ramsdale. Ander dingetje, wat ook misschien wel op invloed heeft gehad op de wedstrijd van Feyenoord. Kelvin Stanks zou naar Charlotte FC gaan. Was dat zo goed als zeker. En opeens las ik voor de opname van vandaag van... Ja, het kan nog stuk lopen. Schijnen moeilijkheden op de deal te liggen. En dan keert hij misschien toch nog terug naar Feyenoord. Maar ik vind dat sowieso een gekke, rare stap. Maar het was alles was toch in kannen en kruiken? Ja goed, ik zocht gewoon wat geruchten op om de aflevering mee te vullen. En ik kwam opeens, ik heb linkje erbij staan in het draaiboek, kwam ik het gewoon echt tegen. Van, het gaat mogelijk niet door, mogelijk van de baan. Even tussendoor, Charlotte FC, waar de... MLS, Amerika. Geld verdienen. Wacht even, hoe oud is onze vriend? Niet oud, en daarom vind ik het ook zo raar. Volgens mij is hij een jaar of
24, gok ik zo, even. Ah, dat is geld, Mitch, dat is puur geld, ouwe. Ja, natuurlijk is het puur geld. Puur geld. In de MLS zoveel meer, ja, als in vergelijking met de eerste. Dat ligt eraan aan welk voor slot ze voor je gebruiken. Jongen. Dat is allemaal franchise. Dat ligt eraan wat voor slot ze gebruiken. Want je komt niet onder contract te staan van Charlotte FC, maar onder contract van de MLS. Precies. En dan ligt het aan waar je wordt gestald, bij welke club en onder wat voor slot. Want als je als reguliere speler staat, dan krijg je een bepaald salaris. Sta je onder international player, dan krijg je een hoge salaris. En sta je onder bijvoorbeeld zo'n world star-achtige player, zoals je bijvoorbeeld hebt bij Inter Miami met Messi en Suarez. Dan hebben ze geen limiet op hoeveel ze je mogen betalen. Die dus krijgen geld. Het ligt aan dit slot. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat Stanks dus te horen kreeg dat hij niet op zo'n slot komt. En dat hij maar een limiet krijgt. En dat hij dan zegt, ja, doei. Ik ga voor dat schijntje ga ik niet naar de MLS duidelijk. Kabouter League voetbal. Ja, duidelijk. Duidelijk. Ja, maar alsnog, hij kwam terug naar Nederland, speelt bij Feyenoord om zijn carrière een soort van nieuw leven in te blazen. Heeft het op zich best goed gedaan vorig seizoen. En dan ga je deze stap nemen, al? Ja, dat... Ja? Ja. Misschien denkt hij daar het gaan te gaan doen, weet je. Dat hij daar een beetje ster van de league wordt daar. Amerika wordt hem heel vet lijken. En dat Amerika zou voor mij ook nog wel een bepaalde aantrekkingskracht kunnen hebben. Lijkt me ook een mooi land. Nou, Calvin Stinks, gast. Noem één belangrijke speler die daar oploopt naast de standaard namen. Van wie? Van Feyenoord? Nee, gewoon de MLS. Noem één grote naam naast Messi, Suarez, Busquets en die... Weet ik veel. Kijk, precies. Een Alba. Nee, maar ik heb puur de van Calvin Stinks. Ik vind Calvin Stinks, hij is niet Feyenoord echt ontgroeid of zo. Dat je echt wel, hij is vet goed. Nee, man. Maar weet je wat is? In de MLS. In de picture gespeeld. In de MLS voetbal kijken ze natuurlijk tegenop van, wow, die verkraske voetballer. Vergeleken met wat hun kunnen. Ja. Ja, nou, dan gaan we dat brilletje van jou even opsturen naar die gasten daar. Nou, kom op. Ja. Nee, ik vind Calvin Stinks leuk spelletje, hoor, Dani van WM. Maar kom op, is dat ja? Ja, zal dat nou echt... De MLS, hou op, schei uit. Nee. Ja. Ik bedoel, Inter Miami, die speelt nu toch ook in één keer spontaan... wereldvoetbal zou ik er ook niet van maken, Miami, maar... Miami, hallo. Puur aan die topspelers die ze hebben. Ja, precies. Verder loopt er echt poep rond, joh. Inter Miami stond vorig seizoen. Waar geen league. Daarom ben ik het met Rick eens. Ik snap deze stap überhaupt niet. Ja. Maar goed, ik snap het van hun ook niet trouwens. Ik snap het van beide niet. Ja, misschien krijgt hij nog een leuk deeltje verder in het contract. Misschien krijgt hij nog een leuke deals. Want ja, zou die geclaimd moeten worden voor een beter slot. Maar dat gaat niet gebeuren. Het is gewoon meer wat ik wil zeggen. Wat ziet Stanks in de MLS? Maar en wat ziet die MLS in Stanks? Want ik verwacht dat Stanks wel redelijk hoog op de salarisschaal van Feyenoord stond. Stel, hij zal... Ik weet het nou ook niet. Maar hij zou hier misschien in Nederland 3 miljoen per jaar of zo verdienen. Zou hij dan echt zoveel meer in Nederland... Of in Nederland, in Amerika kunnen verdienen? Dat verschil lijkt me toch echt niet zo grandioos. Daar ligt zoveel geld voor zulke soort spelers. Ja. Want weet je wat is? Je moet je even voorstellen dat wat er gewoon nu daar in de basis loopt qua Amerikanen. Kijk, natuurlijk, ze hebben vast wel hier en daar een leuk voetballetje lopen wat in de KKD rond kan. Maar verder is het gewoon, alles wat leuk kan voetballen in Amerika speelt al in Europa. En voor de rest komen ze daar met misschien laag kaliber KKD-spelers. Ja, ik weet niet. Als dat het al is. Ik heb mijn vraagtekens achter. Eigenlijk. Ja, want ik pak even heel snel. Ik heb heel snel even salarissen erbij gepakt van MLS-spelers. En dit is puur op basis van wat de MLS er dan betaalt. Dus niet al die andere bonussen en dealtjes erbij. Maar Messi staat er op 20 miljoen per jaar. Insigne staat op 15,5. Dat is nummer 2 meest betaald. Dat is Insigne. Kijk, ja, met en alle respect, ik hou van Insigne, maar... Ja, maar Rick, het is echt geen wereldvoetballer meer. Rick, jij zei 3 miljoen of zo? Dan gok ik dat als dat we naar 3 miljoen gaan en dat omzetten naar dollars, dan krijgen we op Temu Pookie. Ja, Pookie, voor 3 miljoen. Waar hebben we het over? En dat is een hoog niveau qua contract wat zij aan hem hebben gegeven. Maar Pookie is daar best wel oké. En dan betaal je daar 3,5 miljoen voor. Ja, maar even met alle... Ik heb natuurlijk een zwak voor Timo Pookie. Ik hou van die vent.
Ik heb een zwak voor die rap. Maar het is echt geen... Ja, het is geen bizarre voetballer. Stengs kan je prima in een rijtje zitten. Die had zo bij FC hem ook liegen kunsten, man. Ik heb hem graag gehad. Ja, ik weet niet. Ik denk dat in het geval van Stengs, dat die Amerika misschien gewoon wat meer aantrekkingskracht als land zelf denkt. Nou, dat zal dan ook de enige reden moeten dat zijn. Denk ik. Ik denk niet per se financieel. Ik zet echt mijn vraagtekens achter dat hij daar echt veel meer gaat verdienen. Ja, daarom. Dus ik denk niet... Ik weet niet of hij zo'n hoge slot gaat krijgen. Ik denk dat ze hem puur als reguliere speler proberen binnen te hengelen. En dat zijn contract daardoor iets van 1,5 miljoen lager is dan dat hij zelf had verwacht. Dus, ja, het ligt echt aan het slot dat hij krijgt. Want als inderdaad, wat Camus zegt, als hij dat hogere slot krijgt, dan krijgt hij gewoon goed betaald. Dan krijgt hij echt leuk betaald voor... Ja, dan krijgt hij 4,5 miljoen. Precies. Ja. Dat zou hij nergens anders kunnen verdienen. Maar als hij als normaal slot wordt neergezet, dan krijgt hij echt een salaris van Lickmerate in principe. Als niks is ook het gemiddelde contract. Als ik ook maar een kwart naar beneden scroll, dan zit je op 7 ton. En dan gaat hij die accepteren. Daar gaat hij niet voor een MLS. Ook niet. Nou, hoe dan ook, als hij voor het land gaat, snap ik deels ook wel. Amerika lijkt mij ook wel vet. Dan hebben we nog ook voor Feyenoord Hugo Bueno op huurbasis van Wolverhampton. Ja, en mij zegt het ook niet heel veel. Ik denk, zet hem er wel tussen, want het is naar Feyenoord. Is dat niet die linksachter of zo? Hoe dus? Geen idee. En bij deze stond ook echt bij dat het geconfirmed is. Dus dit is, Maar is dit echt die linksachter? Maar goed, hier weet ik ook te weinig van, man. Ik gok dat het die linksachter is, man. Als ik even Sova score erbij pak... Zekerheid. Hij pakt alleen maar 6 of zit op de bank bij Wolves. Dat is het enige wat ik zie. Dan is hij voor de Eredivisie prima als hij gewoon... Ja, de laatste keer dat hij een 7 pakte op SofaScore was in de EFL Cup in september 2023 tegen Ipswich. Dan pakt hij binnenkort de 9 tegen Heracles, gast. Hij kreeg naar de huurbasis naar de Kuip toe en is daarmee de tijdelijke vervanger van de geblesseerde Hartman. Okay. Hoe lang duurt dat nog met die Hartman, ouwe? Hoe lang duurt dat nog? Is hij nog echt zo'n half seizoen weg of zo? Of? Ja. Ja, echt? Het is echt een zware blessure. Wauw, man. Oké. Maar goed, ik ken hem niet. Ik zou geen idee hebben waar ik hem van moet verwachten. Ik had wel gelijk, dus het is wel die linksachter. Oké. Ja. Top. Nou, dan zien we Matthijs de Ligt en Mazraoui als Nederlandse link en Ajax link. Die gaan beide naar oud-Ajax-coach Erik ten Hag. Wacht even, vlammetje. Manchester Ajax United daar zo in Engeland. Het is wel erg. Het is wel erg wat ten Hag. Het is zo triest met alles. En als het geen oud-Ajax-ieden zijn, dan zijn het wel Nederlanders over het algemeen wat die daar naartoe zitten halen. Ja, het is wel een beetje... Maar even voor dit om, hè. Dat ze Ten Hag nog een contract hebben aangeboden is één ding. Ja. Maar dat ze dan hetzelfde feestje gaan proberen als vorig seizoen. Ja. Ja, hij lijkt er gewoon echt 100% invloed te hebben op die transfers. Ja. Dit is echt niet normaal. Te bizar voor woorden. Te bizar. Ja, die vent die neemt gewoon wraak op Man United. Die gooit ze compleet naar de tering. Die gaat ervoor zorgen dat ze degraderen. Hals die laat ze achter met een absolute kutselectie. En dan zegt hij van... Dan zegt hij van... Joejoe, ik vond het wel fijn geweest. Ik ga weer terug naar Nederland of zo. Ik snap het echt. Matthijs de Ligt kan ik nog wel inkomen eigenlijk. Half. Het is een goede verdediger. Maar hij is wel... Vaak heeft hij wel weer een ditje of een datje... Ja, maar goed, Varane is vertrokken. Maguire vind ik ook niet echt... Hij moet ook wel, maar het valt dan wel weer op dat hij precies weer de licht binnenhaalt. Ja, maar hij heeft hem goed kunnen binnenhalen. Kijk, de Instagram van Frenkie de Jong, die wordt nu alleen maar plat gespamd. Dat geloof ik nu zelf wel. Het enige waarom ik deze transfer... Die ligt ook iedere 5 minuten op de ziekenboeg. Ja, maar vriend, al die Manchester fans, die gaan nu, die zitten allemaal... die zitten nu allemaal... Nou, Frenkie, kom maar door. Bij deze twee... op tafel voor niks. Bij deze twee wil ik Ten Hag het voordeel van de twijfel geven, omdat hij ze gecombineerd voor pak en beet 75 miljoen heeft kunnen halen, wat in deze tijd echt goedkoop is. Een goede centrale verdediger, nog jong. De Ligt is nog steeds jong. Ik heb het gevoel alsof hij 10 jaar voetbalt al, maar hij is nog steeds jong. Dus financieel gezien is het een prima deal.
De Ligt vind ik een upgrade over Maguire. Als je dan toch Varane moet vervangen daar in het centrum. Masraoui, beter als Dalot, durf ik niet te zeggen. Daarvoor kijk ik United dan weer niet genoeg. En Masraoui heeft natuurlijk een beetje geklungeld met zijn eigen vorm en fitheid en blessures. Vandaar dat hij ook gewoon echt goedkoop weg mag bij Bayern. Dus ja. Ja. Ik vind het weer een het is weer typisch. Het is een typische Nederlander. Ik snap deze meer als Zirkzee. Want dan heb je weer gewoon een jonge spits. En heb je ook nog Hoylund rondlopen die ook jong is. Dus ik snap deze twee transfers meer als een Zirkzee bijvoorbeeld. Maar het is gewoon meer een typische Nederlandse manager in buitenland move. Ja, dat maar is weet wel. Je, weet je wat als dit probleem. Voelt? Dit voelt voor mij heel erg als toen in dat ene seizoen dat Real Madrid toen... Robben van Nistelrooy, ja. Hun te laten snijden en erin te houden. Ja. Ja, gewoon donder op een zool. Nee. Ja. Ja, dat was inderdaad een heel gek Real Madrid, ja. Dat was zo nu heb je hetzelfde met United, donder op. Dat is wel ziek vet, man. Ik vind niet erg dat de licht weg is bij Bayern. Dus, dat waren toch capabele voetballers? Nu heb je Man United. Nee. Dat is toch ook een hele andere lichting. Ja, maar het is een hele andere leuke verdediger. Daar zeggen, de Ligt lag goed bij Bayern en ook bij de fans. Hoor. De fans vinden het jammer dat hij weg is. Maar weet je, ik snap niet dat hij niet een heel seizoen heeft mogen spelen achterin. Ja, Bayern is ook zo raar geweest afgelopen seizoen. Want daar was op een gegeven moment ook een keus achter die Dyer, hoe je het ook moet noemen. Ja, Dyer. Dat die ooit naar Bayern is vertrokken in, hoe jongen, echt. Puur voor Kane. Dus hij stond gewoon raar in de pickorder daar bij Bayern. Dus ik snap dat hij hier bovenop springt om twee... Ja, maar maat. Bayern, de vorm van Bayern was vorig seizoen natuurlijk ook echt een ding aan te laten. Maat, even serieus, maar hoeveel verdedigers hebben... Ik bedoel, laatst stuurde Camille ons even de selectie van Chelsea, gast. Chelsea is ook absurd. Kom op, zeg. Daar stonden gewoon vier elftallen, gast. Ja, en weet je, het is 13 van die spelers die liggen onder contract tot, wat is het, 2033 of zo? 2033 zitten, zelfs. Ja, precies, 33 inderdaad. Maar daar staat een heel leger aan mensen. Wat, jongen? Matchfixing. Ja. Bizar. Maar ik zweer, Chelsea is letterlijk gewoon een doorverkoopclub aan het worden. Ja, meel. Die kopen gewoon, dit laatste seizoen spelen, dan hebben ze de Premier League gespeeld. Ja. Dus zijn ze direct... 20 mil meer waard en dan gaan ze de deur weer uit. Nou, ik zou er niet eens voor willen spelen, gast. Ik heb hier nog eens eventjes een fotostel gedeeld van geld uitgegeven aan transfers in de Premier League geschiedenis. En dan staat Chelsea bovenaan met 3,8 miljard. En 1,3 miljard daarvan onder de huidige eigenaar. Ziek! Kijk dan! Ja. Dat is meer dan Everton. Hoe de fuck zat Bournemouth daarin? Wajo? Even snel voor de kijkers, hoor. Dan hebben we Chelsea op 1, Manchester City op 2. Nou, gek. United op 3, Liverpool, Tottenham op 5, Arsenal op 6, Newcastle op 7. Aston Villa op 8, mijn clubje West Ham op 9. Chelsea under wat? Dus als je bij Chelsea er bovenaan staat, al dat geld weghaalt, dan staan ze derde qua meeste uitgeven. Maar alleen onder die vet alleen al 1,3 miljard. Bizar. Hoe dan? Goed, we kunnen het misschien wel een andere keertje hebben over transfers in de Premier League. Want dat is eigenlijk een heel onderwerp apart met de bedragen die daar worden uitgegeven in vergelijking met Nederland. Kijkers, als jullie dat een keertje willen, buitenlandse transfers, dat we daar uitgebreider over gaan hebben, kunnen we een keer doen. Laat dat dan achter in de reacties. Voor nu waren dat wel, denk ik, wel een beetje de meest opvallende geruchten op Nederlands gebied, om even zo te zeggen. Gaan we even door naar het laatste rubriekje eigenlijk. En dat is het voorspellen. Iets wat de vorige keer best wel goed voor mijn doen is afgelopen. Want we gaan punten tellen doen, heb ik gezegd in de vorige aflevering. En ik sta gewoon na die eerste week even lekker op de eerste plek. Ik geef mezelf even de schouderklop. Even gewoon aan mezelf. Dit vind ik mooi. Nou, ik zou niet geven, maar wacht even. Van die 9 wedstrijden had ik er gewoon 7. Goed, Camille staat op de tweede plek 5. En Jeff en Mitch hadden beide 4.
wedstrijden goed. Hoe ik gelijk sta met Jeff is echt bizar trouwens. Wat zei je dat ik kickboksen ga? Dat zei ik laatste. Mijn enige fouten waren Groningen en AC, want die had Groningen gewonnen. En de andere, die hebben allemaal fout. Dat was Feyenoord, de onverwachte gelijkspeler. Ja, maat, even serieus. Kom op, hé. Willem 2-1, hé, gast. Ja, ja, kom op. Die had heel Nederland fout, gast. Ja, dat denk ik ook wel. Rot op, joh. Ja, joh. Ja. Maar goed. Speelronde 2, nieuwe kansen. Ja. Let's go. Dus. Ik hoop dat we er allemaal weer zin in hebben. Want we gaan lekker voorspellen. En dan hebben we als eerste affiche op het programma. Op de vrijdagavond. Gezellig KKD-potje. Fortuna Sittard. Almere City. Het is wel eigenlijk een KKD-affiche, zou je bijna kunnen zeggen. Fortuna Sittard. Vorige week onverwachte winnaar. Die had ik als een van de weinig goed. Samen met Mitch. Die had ook Fortuna goed. En ik ga Fortuna weer zetten als overwinnaar tegen Almere. Ja, ik was dan twee, hè? Ja. Ik gun Camilo puntjes. Maar Fortuna, ik heb ze gezien bij de Eagles. Ook die wedstrijd hebben gezien. Jezus. Je hebt je vermaakt dit weekend, hoor ik al. Ja, nee, maar dat is traditie met mezelf. Hè. Speel onder één, ik zeg alles af en ik kijk alles. Maar goed, ik had weer gezeikt met Ziggo en zo. Maar goed, dat zal ik jullie maar besparen. In elk geval, Fortuna Almere. Camille gun ik ook wel een puntje. Weet je wat? Ik zet hem op gelijk. Ja. Gelijk. Nou, Camille. Almere. En Almere. Oeh, Mitch. Daar ga je weer. Drie sprong. Ja. Wie ga je mee? Ik ga denk ik... Ik zeg gelijk, denk ik. Hij gaat met Jeff mee. Tuurlijk, ga bitch bij mij. Hij gaat zo kopiëren wat jij al wel zegt, zodat hij lekker nooit meer achter je komt te staan. Nou, tweede pot, Heerenveen, Utrecht. En ik ga deze op. Wat is er? Nee, sorry, ik dacht ik zag een mooi geruchtje, maar nee, klopt niet. Sorry. Anders gewoon noteren voor de volgende man. We hoeven niet alles breaking nieuws gelijk doorheen te knallen. Heerenveen Utrecht. Ik zeg Heerenveen. Ik vind hem moeilijk, man. Of nou, trouwens, ik vind hem ook. Ik ga hem gelijk zetten. Pardon. Utrecht, ik bedoel, even serieus, dat hebben we niet eens meegenomen vorige keer. Maar Utrecht gewoon zonder publiek, hè? Vanwege dat gedoe met Go Eagles in de playoffs. Ja, ik heb persoonlijk daarom heb ik hem niet gekeken. Dat zeg ik er heel eerlijk bij. Dus Utrecht moet ik eerlijk gezegd, die moet ik nog zien. Heerenveen, nou tegen Ajax, nou sorry. Ja, ik kon nog geen pot te breken. Ik vind deze moeilijk, man. Ik vind hem echt mooi. Ik ga met jou mee, Rick. Ik zeg Heerenveen, man. Niet met zekerheid. Oh, ik heb mij nog veranderd naar gelijk, hè, toevallig. Dus ik zeg ik zeg Heerenveen. Jij zegt Heerenveen. Ja, Utrecht. Gaan we weer. Oh, yo! Lekker dan! Gaan we weer. Lekker. Oh, ik krijg geen energie van. Nou, ik had deze. Deze heb ik al in mijn hoofd zitten voordat Rick klaar was. Ik had letterlijk ook gezegd, ik ga gewoon weer zetten op Heerenveen. Rotterdam op, man! ik had deze al beslist voordat jij aan de beurt was. Weer nou, mee met Jeffrey. Nou, gaan we naar Twente Sparta. Ja, ik geef gewoon naar Twente. Best wel voor de hand liggend, maar ik geef naar Twente. Ik ga mee. Twente. Zo maar, Mitch. Allemaal Twente, ja. Lijkt me logisch. AZ en EC vind ik nog best wel interessant, want ik vond... Ja, AZ vond ik raar tegen Almere, man. Ik weet niet. Nee, maar je hebt er niet heel veel van kunnen zien. Dat is een beetje het probleem. Nou, ik heb er genoeg van gezien. Gewoon aan AZ je hebt ze niet volledige 11 kunnen zien, maar het zag er niet heel overtuigend uit. Ze hebben er echt tering snelle spitsen. Dat is echt niet normaal. Moeilijke pot erbij, man. Ja, deze zij, was mij. AZ, geef hem maar AZ. Ja, geef hem maar AZ. Oh my god. Ik, NEC heb ik gezien. Zag ook heel leuk uit. Zonder die spits nog, hè. Ik weet niet wanneer die weer fit is. Maar die nummer 23 ving er ook wel leuk op. AZ heb ik nu gezien, ik bedoel, afgelopen weekend ook wel tegen Almere. Vond ze niet heel overtuigend. Ik vind hem lastig, man. Zullen we thuis veel doen? Ja, ik ga voor thuis veel doen, man. Ik zeg AZ, maar ook niet met zekerheid. Hmm.
AZ. Twee keer AZ. Drie keer AZ. Mitch. Ik zet hem gelijk, denk ik. Ik vond AZ wel tegen Almere waren ze best redelijk verdedigend. Maar aanvallend was het een beetje... Ja, het zou zomaar kunnen, hoor. Net niet. Ik verwacht dat NEC het die gaat stand houden, denk ik. Gaan we naar RKC tegen Groningen. En dan... Groningen! Wow. Ik wist dat ging komen. Maar ik vond Groningen oprecht leuk spelen. De eerste speelronde. Ik ga maar Groningen geven. Groningen wint. Uiteraard, ik ook. Twee keer Groningen. Kameel. Ik ga voor op wildcard, gelijk. Gelijk? Ja. Dan Mitch. Groningen 4-0. Het zag er echt niet uit tegen... Je krijgt eindelijk een beetje verstand, hè? Ja, maar kom op, hè. Maar ik kan toch niet met een straight face nu gaan zeggen dat RKC 0 houdt? Als ik nou die deur doorgelopen gast die aan de noord is. dit kan echt een famous last word zijn van mijn kant, hoor. Maar als ze 0 houdt, ben ik er volgende week ook gewoon. Ik mag je wel vast. Nou, is Groningen wel op papier wel wat minder als een PSV, maar Groningen moet het kunnen doen. Groningen wint een 4-0. Echt. Ja, oké. Over PSV gesproken, die gaan aantreden tegen Heracles. Dit wordt denk ik ook unaniem voor PSV, denk ik. Ja. PSV. Allemaal PSV, ik denk dat dat makkelijk is. Ja. Wat gaat Heracles er tegen doen? Ja. Niks. Ik heb wel eens, PSV is nu monsterploeg, maar... Ze hebben het wel eens lastig in Almelo, hè? Maar dat was met kunstgas zo. Is nu niet meer zo. Dat was ook wel een ander Almelo. Dus vandaar dat ik nu zeg PSV. Ja, snap ik. PEC Zwolle, Feyenoord, die onverwacht dus onderuit gingen. Punt hebben laten liggen, Feyenoord. Ik ben heel benieuwd van iedereen. Nou vind ik Feyenoord toch wel wat lastiger te voorspellen. Ik denk toch dat Feyenoord gaat zich wel willen herpakken. Ik denk dat ze wel echt wel wat hongeriger dat veld op gaan komen. Ik mag hopen dat ze die tweede speelronde tegen PEC Zwolle wel kunnen winnen. Dus ik geef hem gewoon naar Feyenoord. Ik laat nu even de beide heren voor. Ik ben nou heel benieuwd wat hier voorspeld gaat worden. Ga eerst, Camille. Nee, ik heb mijn zinnetje klaar staan. Maar ik wil eerst horen wat jij ervan maakt. Feyenoord. Twee keer Feyenoord. Nou ja, kijk. Ik had volgens mij, als ik me goed herinner, had ik Willem II, had ik 17e staan. En PEC Zwolle stond volgens mij 16e. Dus ja, als je tegen Willem 2 gelijk speelt, dan speel je tegen PEC gelijk. Ik denk gelijk. Ja, ik denk zelfs, hè. Ik ga even helemaal gek doen. Jij denkt dat PEC gaat winnen? Ik denk serieus dat, ja. Ik dacht ook eigenlijk dat het wel meerdere dit zouden, hè. Oké. Zo vond ik Feyenoord helemaal niet, hoor. Nee, dat klopt. Maar ik denk juist door een slechte start... dat ze wel even de tweede wedstrijd willen vlammen. Ik heb die herhaling, dus daar hebben we net nog een keer teruggekeken. Ze hadden wel de kansen, maar ze vergaten gewoon een beetje gewoon normaal te schieten. Ja. Dat is een beetje het ding. Dus het is echt niet dat ze... Ik ben wel een beetje meer gaan leunen naar... Ze hadden moeten winnen tegen Willem II. Dat had eerst niet... Maar dat is Feyenoord zijn eigen schuld, want die zetten een highlight van 2 minuten op een kanaal. Hoe verzin je dit? Maar goed. Ja, meer was er niet. Buiten dat om. Die zes minuten waren er opeens wel in één keer een paar kansen. Want ik denk van, nou, die hadden we best ingenomen. Ja, vriend, maar wat wil je dan? 2 minuten erbij op hoe Jan Bos komt in de rust en Bamian naar binnen glijden of zo. Wat wil je zien nou? Even serieus, hè. Feyenoord die uploadt een video van 2 minuten waar je alleen de goal van Feyenoord ziet. Een bal die Gimenez net overschiet. En de goal tegen van Willem II. Dat is wat Feyenoord op zijn YouTube kanaal zet. En dan ga je naar die van de ESPN en dan zie je Feyenoord in één keer 6 keer bijna doorbreken en net niet scoren. Dan denk je, ja, dat is toch wel een verschilletje. Ja, een nieuw stagiair kan, hè? Ja, Ajax-fan zeker dan. Ajax-fan zeker. Feyenoordje, die hebben een nieuwe video-editor nodig, blijkbaar. Goed. Ja. Nou, Mitch. Nou ja, ik zet hem daarom gelijk. Ik zet hem wel gelijk. Ik denk dat... als je zo met je kans om blijft gaan, dan ga je niet doen. Oké, je laat hem gelijk. Oké, prima. Gaan we naar Willem 2, go ahead. En deze zet ik op een gelijkspel. Ja,
Ook weer zo'n lastig, hè, deze. Godskele. Maar het zit een moeilijke pot bij deze ronde. Ja, poel. Ik zet deze op gelijk. Ik zet hem op go-ahead. Jij gaat voor go-ahead, oké. Okay. Oh, ik vind deze moeilijk, man. We hebben er nog twee over. Ja, Blade, zeg maar. Ga jij maar eerst, man. Ik weet hem echt niet. Heerlijk hoe je hem Blade blijft noemen. Ja, het is Camille. Dat is, ja, dat is, nou ja. Kom wel goed bij in de loop dit seizoen. Lastig, man. Ja, dus, ik vind dit is hem de enige pot waarvan ik het lastig vind. Willem II thuis. Gekke huis, toch? Mm. Go Ahead Eagles trouwens. Hey, mag ik dat even heel snel aankaarten? Maar die F-Farton, hè? Die ik ga zeggen gelijk. Ik ga wat zeggen een houterige gast is dat, hè? Ik zeg, dit wordt gelijk. Nou, ik zet hem op Willem II. Ik ga het Willem doen ook. Okay. Ja, hoor. Ik zet hem op nog één pot afsluit. Over. NAC Ajax. Jullie met z'n allen 1, 2, Ajax. Ja. Dat ik heb nog een wildkaartje openstaan, Rits. Heerenveen nu NAC. Godverdomme. Als jij gaat voorspellen dat NAC punten had tegen Ajax, dan word ik echt niet goed. Dan word ik echt niet goed. Ja, ik neem wel de goot al. En kijk, weet je wat het is? Heerenveen was zeker nou alles op, behalve weet duidelijk. Weet je wat het is? Ik zie Ajax gewoon gelijk spelen tegen NAC. Zou het niet gebeuren. En ik ga hem neerzetten. Ajax speelt gelijk tegen NAC. Nee, dit gaat niet gebeuren. Ik heb neergezet, Rick. Het verbaast mij niet. Gadverdamme. Ik bedoel, met Heerenveen zat ik er al echt niet gek ver naast. Oh. Jij lukt hier nog. Ik denk dat NAC gelijk speelt tegen Ajax. Ik denk dat het gewoon een nulletje wordt. Mits ze niet binnen 6 minuten fucking rood halen. Oh, ik sterf van binnen. Oh, maat. Ik wil dat niet meemaken als we gaan gelijk spelen tegen fucking NAC. Ik ga het NAC-shirtje alvast in de bestelling doen. Ik kan deze aflevering nog vrolijk afsluiten. Bedankt voor de moedsping. Nee, Rick, ik wil wel geloofwaardig overkomen. Noem me gewoon Ajax. Ja, dankjewel. Nee, man. Rick, heb jij nog iets te doen die zondag? Want misschien moeten we even met z'n allen die wedstrijd kijken dan. Watch a little bit live op het kanaaltje. Ja, ik wil dat soort dingen wel gaan doen op Twitch. Een watch along, dat lijkt me gelukkig. Watch a little bit live. Wat denk je? Oh nee, dan moet ik het gaan spenderen. Een Eredivisie-voetbal. Ik ga nog wat extra voorspelling doen van NAC Ajax. Ik denk dat dit de grootste overwinning van het seizoen wordt. Oh. Voor Ajax mag ik hopen. Voor NAC. 1-0 voor NAC. NAC wint 14-0 voor Ajax, hallo. Oh, hier moet ik echt van. De geloofwaardigheid van deze show is helemaal weg. En daarom ga ik hier afsluiten. Oh. Ik zei een korte editie. We hebben het godverdomme alsnog over een uur geschopt. Dus zo heel kort is het niet. Oh. Maar desalniettemin heb ik wel gelachen met jullie. Dus heren, ik bedank jullie weer voor jullie tijd en gezelligheid. Ik moet hier echt een week van bijkomen. Graag volgende keer. Yes. Neem je rust. En kijkers en luisteraars, bedankt voor je tijd. Tot de volgende. Ciao. Fijne week. Een hele fijne week.